Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Een omvangrijk hoge drukgebied boven het noorden van Denemarken bepaalt het weer in onze omgeving en dat levert vrij zonnig weer op. Vanochtend schijnt de zon al volop, er zijn wat hoge sluierwolken, maar de zon die voert de boventoon. De temperatuur loopt op naar 10 tot 12 graden en de wind trekt aan vanuit het oosten, er komt een windkracht 3 tot 5 te staan. Vanmiddag wordt het 16 tot 17 graden. Er ontstaan wat onschuldige stapelwolkjes, maar het blijft de hele dag droog. Vanavond is het helder. De temperatuur gaat dalen naar 12 tot 13 graden en de wind zwakt landinwaarts iets af. Aan zee blijft de wind vrij krachtig waaien. En morgen kunnen we opnieuw genieten van droog en zonnig najaarsweer. Het wordt in de middag 15 tot 16 graden en de wind is vanuit het noordoosten matig rond kracht 3 tot 4. En ook de komende dagen ligt het hoge drukgebied in onze omgeving. Ook op vrijdag is het nog prima najaarsweer met veel zonneschijn en 16 graden. Maar vanaf het weekend gaat het geleidelijk aan veranderen. De wind draait naar het zuiden, de lucht wordt vochtiger. Het wordt wel iets warmer met 17 tot 18 graden, maar we zien wat meer wolken. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.